Oké, geen zwerver te bekennen. Dat is al goed, hè? Geen Taliban-strijder. Geen gekke mensen die me dood willen hebben. Ach, gelukkig mensen, we gaan Postal 2 doen en we zijn op weg naar de junkyard. Want we hebben een alternator nodig. En wat het is en wat het inhoudt, ik weet het niet, maar we zien het gewoon na het intro. Okay, people, let's go to work. Zo, en hier zijn we in het menu en we staan voor de junkyard met een loodzone. Mike's, de G is voor junkyard, the fuck, bullshit, poo. Of you fuck, bullshit, poo. Ja, you, je scheidt ballen, stront of zo. Oké, ik ga er niet te ver op in. Ik zie natuurlijk een poesje lopen. En hopelijk hebben we hier wel normale mensen. Je weet, het is Postal, je weet het niet. Ik weet het nooit bij Postal. Of hier normale mensen lopen, weet ik niet. Die vrouw kan ineens een wapen trekken. Je ziet niet of ze een wapen heeft. En deze meneer staat hier. Hallo. Hi there. Hey Chico, I need an alternator for an 87 to fuck you. That'll be 500 bucks. Alright, I don't have it right here. It's way in the back. Follow me. Oké, hij gaat iets halen. Het is 500 ballen. Gelukkig heb ik toen die bank beroofd. Ben ik nu eigenlijk wel blij om. Want we hebben nu eigenlijk best wel genoeg geld nog over om eventueel nog andere dingen te kopen. We zitten op de laatste dag, vrijdag. En dat is wat we nodig hebben voor de auto. Hij boert. There you go. Thank you. Dat hebben we nodig dus. Hij heeft me helemaal naar achter toe begeleid. En zoals je ziet, staan hier wel van die banken dat je achter kan schuilen. Want ik denk dat het daar gewoon wel gebeurt als ik dit oppak. Gaat er iets gebeuren? We weten het nog niet. We hebben wel de alternator. Maar dat gaat gewoon wel gebeuren. Het kan niet anders dat er nu iets gebeurt, inderdaad. Wat ik je zei, meen je dit? Honden zijn losgeslagen en... Meen je dit? Honden gaan achter me aan nu. Er zitten keile honden. Weg jongens. Weg doggy. Snoop dog. Ik moet honden vermoorden. En ik ben een hondenliefhebber. Het spijt me jongens. Het spijt me. Maar jullie, ik kan jullie niet vertrouwen. Jullie zijn vieze honden. Jullie zijn vieze honden. Oh, ik voel me echt heel bad nu. Ik voel me echt heel bad. En waarom? Omdat... Ja, je schiet honden gewoon niet af. Het is gewoon zo. Er komt er nog één daar. Maar hij zit klem. Woehoe! Weg! Pistool is het beste. Ik moet uitkijken voor die hondjes. Oh. Er zit heel raar eten in de voederbakken. En hier staan heel veel hondenhokjes. We kunnen daar niet heen. Hier komen zeker weten honden. Ook heel mooi dat die auto's hier in, in blokken staan. In vierkante blokken. Oh, wat hoor ik? Ik hoor iets. Ik hoor iets. Klinkt niet goed. Hier overheen. Nee, ook niet. Hier kunnen we heen. Mooi. We gingen net gewoon de verkeerde kant op. Logisch. Oh, ik hoor ze, ik hoor ze. Terugtrekken. Daar loopt hij, daar loopt hij. Het is er maar één. Oh, het zijn er twee. We hebben nog genoeg kogels. Ik kan in principe nog over de 90... over de 95 uit mijn hoofd honden doodschieten. En of er nou 95 honden op me afkomen, weet ik niet. Dat hoop ik namelijk niet. Maar je kent Postal 2 wel een beetje. Kom maar honden. Zo, huppakee. Ik vind het wel apart dat ze honden hebben gekozen. Nou, het is niet netjes. Het hoort niet natuurlijk. En we kunnen ook alle kanten weer op. Een deur. Kunnen we door die deur? Nee, die deur staat gewoon voor de lol. Het is echt een junkyard. Oh, ik hoor ze. Oeh, nog honden, achtman! Oeh, nog heel veel honden! Heel veel honden! Heel veel honden! Nee, ik drop mijn wapen! Ik drop mijn... Nee, weg! 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 Ik wil mijn andere wapen pakken! Kom op, kom op, kom op! Deze! En ik ben bijna dood. Fijn. Fijn, ik ben bijna dood gewoon, hè? Oh, klerenhonden zeg. Ineens achter me gespand. Echt niet normaal dit.
heel irritant, want ik ben nou echt gewoon bijna dood. Ik ga gewoon een pijpje roken. Daardoor krijg ik vast wel weer een beetje leven erbij. Even kijken wat hier is. Want hier konden we ook nog heen. En hier vinden we leven. En ik heb nou net mijn leven gevuld. Dat vind ik een beetje triest dit. Een wapen ook. Kan ook mee, mooi meegenomen. Maar die, ja, die packs moeten we even onthouden. Die health packs. Die staan daar dus. Maar dan moet ik helemaal teruglopen. Dat is wat nadeel. Maar die honden kan waarschijnlijk daar vandaan. Die net achter me spawnen. Dat is een beetje jammer dit. Jammer! Oh shit. Oh! Oh! Oké. Die mensen mogen mij dus ook weer niet. En die kat mag me wel. Mooi zo. Ik ben weg. We hebben in ieder geval onze Akinator. En daar ben ik blij om. Meen je dit dat er nu ook honden dadelijk door de map gaan lopen? Ik hoop het niet. We gaan het even kijken. En we gaan richting de kliniek. Want ons plassen gaat niet helemaal volgens wens. Weet ik uit ervaring. We gaan om de factory heen in de hoop dat we gewoon niet worden beschoten door een of andere terrorist. Een of andere protestmannetje. Zo'n gast die... Games are bad. They made you mad. Vreselijk irritant. Ik weet dat hier ergens in die factory ligt trouwens wel een stuk armor. En ik heb nou geen armor meer. En ik denk omdat het vrijdag is dat het wel een beetje de moeilijkheidsgraad wordt geüpgrade. Hey Pushy. Lieve Push. Ik denk dat ik even daarboven moet gaan kijken. Ik weet niet of het schade kan, dus ik sla wel even mijn spel op. Huppakee. Yes, sla maar op. Hallo meneer. Hallo meneer, loop maar door. Er kunnen geen twee mensen de trap op, kom op. Oh, ik hoor wel een hond, joh. Ik hoor een hond. Nou, loop die trap af, kom op. Dan kan ik naar boven toe. Even wachten. Kan ik dit niet kapot maken? Nee, jammer. Oh, geen pistool laten zien, want ik vind het leger niet zo leuk. En er komt net een leger mannetje daar naartoe, naar boven. Ik ga eerst kijken wat kunnen we hier vinden. Health packs. Hebben we ook nog niet nodig. Ik wil een armor pack. Ik weet ook even niet meer waar ik het precies vond. Ik denk hierin. Helemaal niks. Nou, jammer dan. Kliniek. Paradise Mall. Gaan we de goede kant op? We gaan zeker de goede kant op. We zijn bijna bij de kliniek. Ik denk sowieso dat ik in een kliniek wel armor kan vinden. Ja, sowieso wel health packs. Maar armor? Dat zou leuk zijn. Ik ga hier naar binnen. Hier is de kliniek. Kliniek. Kijk. Hallo mevrouw. Hi. Hi there. Can anyone help you? Ja. I'm experiencing a sort of burning, itching, spewing kind of effect. Could you pull down your pants and let me take a look? Ze zegt van, wil je je broek naar beneden trekken, dat ik even een kijkje kan nemen? Gonorrhea. Go to the Vindicure booth. Thanks. Oh, ik moest serieus mijn broek open doen, en zij heeft mij nu ergens naartoe gestuurd, en ik... Hi there. I'm experiencing a sort of burning, itching, spewing kind of effect. Thanks. Go to the Vanicure Room. Nou, dat is deze kant op. Hallo, Vanicure. Daar gaan we heen, Vanicure. Die mevrouw, hallo mevrouw. U bent niet slecht, hè? U loopt niet met een wapen rond. Goed zo, hoort u die. Vanicure. Hier moeten we in. Urinate here. If you have a small bat, step up closer to the plate. Ik vertrouw dit niet, het apparaat. Try not to splash me. Oké. Ik ga het safe, want ik vertrouw het niet. Maar we moeten in dat potje plassen. En er is een hoop... er is ook zo'n watch your step. Er is zelfs heel veel overheen gezeken. Het is echt raar. Maar we gaan hierin proberen te plassen. Ow. Fuck. Urinate hier, ja. Oh! Oh
Oké, dit hebben we gekregen. Pillen. Was dit het? Next. En geen problemen. Dit is gewoon fantastisch. I feel better already. Ik heb de pillen ingenomen. En we zijn gewoon uit. We gaan gewoon lopen uit de kliniek. Alhoewel, ik heb wel armor nodig. Dus ik zou nog best wel eventjes willen kijken of we hier wat kunnen zoeken. Dat bedoel ik, health packs. Maar ja, ik heb ze nu niet nodig. Ik wil armor. Ik ga eens kijken hier. Ja, ik weet dat ik hier niet in mag kijken en loeren. En dat dit misschien ook wel privé is, weet je wel. Maar ik ga toch wel even kijken. Oh, dag meneer de dokter. Hallo, gaat alles naar wens? Goed zo. Ik kom gewoon even kijken. Nou, dit was het. Geen armor helaas. Ja. Ga niet sluiten als ik er kom. Goed zo. Het laatste wat we nodig hebben is onderin. Nee, bovenin. Uncle Dave. We moeten dus weer naar het begraafplaats. En daar was ik vorige keer niet blij mee. Toen ze me dat SM-pakje hadden aangedaan. Zonder reden. Zonder iets. Ik weet niet waarom, maar gewoon. Ja, ze vond het gewoon leuk. Maar we gaan er wel naartoe. Wat kunnen we hier doen? Kunnen we hier nog even in kijken? Oh, hier ligt wel eten en zo. Ik sla wel op, want ik ben bang dat ik weer hier niet mag komen, weet je wel. Dat ik dadelijk weer door allerlei kannibalen achterna word gezeten, weet je wel. Hier kan je niet in. Oh, een poesje loopt hier ook rond. Nou, dat geeft helemaal niks. Dat mag. Ik heb wel wat eten gekregen. Dan kunnen we onze health meevullen. Hier naar beneden. Dat gaat pijn doen. Nee, loading zone heet dat, hè. We gaan langs de yard, of de train yard. Gaan we hier naar links. Een mooie dag ook. Leuke palmboompjes. Hallo meneer. Oh, ik mocht niet meer zeggen. Sexoco. Sexoco. Wat is de Sexoco? Sexoco. Oh, dat is een benzinestation. Daar ben ik serieus nog nooit langs gelopen. Ik kan me dit niet herinneren. Ik kan wel even binnenkijken, maar ik weet niet of ze armor hebben hier. Ik heb heel veel geld liggen daar. Ik bedoel. Ja, dat geld wil ik best oppakken, maar daar gaat die man sowieso boos op worden. Let maar op. Nee, dat doet niks. Oké, mooi zo. Dat is heel goed. Dat is heel goed. Ik ga hem daar toch weer opslaan, want ik vertrouw het weer niet. Maar we gaan hier naar de compound. Zijn we al eens bij de compound geweest? Ik weet niet of het. Shit. Oh shit. Ben ik hier wel eens geweest? Ik kan me nou weer niet herinneren hoor. Volgens mij zijn we bij de church geweest. En dat is niet op deze plek. Oh, dat is links bij de cemetery. Hier zijn we nog nooit geweest. Oh jee. En dit ziet er niet goed uit. Dit is met tanks en. Wauw, dit lijkt mij wel een van de lastigste stukjes uit de postal. Dus bereid je maar voor. This is the ATF. Please stay inside. Do not attempt to leave the building. Pay no attention to the men with the torches. Stop oppressing us. We're innocent bystanders. We recommend you douse yourselves with something flammable and gather in a confined space. The good book told me to make you die, then myself. Someone's gotta take over, now! I ain't dying for this. I want this situation neutralized. Move out! I'm on it. Go, go, go! Of we nou voor de politie gaan werken of tegen de politie. Ik hoop dat we met de politie mee kunnen werken. Anders heb ik een probleem. Ik zie een hond daar lopen. Ik vertrouw het niet. Wacht. Ik kan een item droppen, toch? Even zoeken. Hoe drop je een item? Want dat beestje, die hond, kan mij namelijk helpen, heb ik gelezen. Even kijken hoor. Je moet inventory kijken en dan drop item met X. Let op. Hondje, kijk hier. Eten, lekker eten. Hier, eten. Nu help je mij, hè? Goed zo. Goed zo. Shit. Goeie hond. Goed zo. Goeie hond. Oh, help me. Hond, help me.
Help me tegen die beesten! Hond! Hond! Help me tegen die gasten! Hond! Ja, dat is niet braaf, hè? Luisteren. Ik zou luisteren naar die beest, hè? Hij luistert niet. Af! Support! Goed zo. Af! Oh, hij pist gewoon over die dode lijken heen van de politie. Oké. Okay. Als dat je taak is, mag je voor mij allemaal doen wat je wil. Hou mij er buiten. Ik ga gewoon strijden. We gaan dus wel tegen de politie strijden. En ja, het moet maar. Het is ons laatste ding wat we moeten doen. We hebben geen keus, vrees ik. Als we met tanks gaan aanvallen, ben ik de lul. Het is wel fijn als ik gewoon raak schiet, zeg maar. Maar ik doe mijn best. Ik probeer raak te schieten en er komt er een met een rocket launcher! Oh! Is die dood, die vent? Nee! Oh! Oh! Shit! Holy crap! Ik moet die vent doden! Jij is dood! Holy crap, jongen! I feel better already. Hebben we nog van die medic packs? Waar zijn die medic packs? Hier lagen ze net nog. Ze zijn allemaal weg. Shit. Oh shit. Nee! Is die dood? Die moet echt als eerst dood, die rocket launcher mannetjes. Die zijn echt heel erg gevaarlijk. Kunnen we die berg op? Of die stomme rots? Kom op! Ik wil die rots op! Laat me dat ding grijpen. Ja, dankjewel. Oké, daar zit nog eentje met zo. Oh, er komt nog een aan. Er komen er twee aan. Vertrouw het niet. Oh, die granaten komen ver. Oh, crap. Ja, dood. We zijn goed bezig, Vince. Ik ben even in de verte aan het kijken of ik nog meer van die gasten zie. En of wij al die rocket launcher moeten pakken. Want die hebben namelijk de rood natuurlijk. Dat snappen jullie ook wel. En die moeten we ook daar gaan gebruiken. Dat weet ik nou ook wel weer. Dit valt toch best mee. Ik ga de video afsluiten. Volgende keer gaan we verder. En ik ben benieuwd of we dit kunnen oplossen. De mysterie in de compound. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei doeg!